Hallo, hallo, meiden van het goede leven. Vandaag een video op veler verzoek, namelijk een video over hoe je goed op de foto kunt staan. Ik werk natuurlijk als model en ik zou er wel een aantal tips over moeten kunnen vertellen. Dus hier komen 10 tips die jou kunnen helpen om nog mooier dan je al bent op de foto te staan. Tips die ik ook gebruik als ik als model werk. En de eerste tip, die heb je vast wel eens vaker gehoord, die gaat over dat je een goede en een minder goede kant hebt. En dat heeft vaak te maken, dat kan je zien bij jezelf, aan bijvoorbeeld je oog. Vaak is één oog groter of kleiner en dat doet dan weer iets met de symmetrie van je gezicht. Je hebt eigenlijk een gesloten en een open kant. En dat moet je gewoon zelf even heel goed bekijken. Maak bijvoorbeeld wat foto's van beide kanten. Ik zal het even bij mij laten zien wat mijn goede kant is. Of wat mijn slechte kant is. Moeten jullie maar even raden. Is het deze? Ik hang er even een prijsvraag aan, nee grapje. Of is het deze? Dus dit? Of dit? Dit is mijn goede kant en waar heeft dat mee te maken? Dit oog is bij mij iets kleiner. Dus als ik zo doe, dan is dit het kleine oog en dit het grote oog. Dat is op zich best wel in balans. Als ik zo doe, heb je hier een heel groot oog, omdat deze dicht bij de camera is. En hier heb je een klein oog wat nog kleiner lijkt, omdat het verder weg is van de camera. Dus daardoor lijkt mijn gezicht minder in balans. En daardoor is dit dus een minder mooie kant van mij. De tweede tip. Een camera is natuurlijk maar eigenlijk gewoon een apparaat, een zwart ding. En je kijkt in een zwart gat. En doordat je niet echt naar iets kijkt, heb je soms de neiging om meer te gaan staren. Of te veel te focussen met je blik. En om je blik vers te houden en niet te geposeerd, dus dat je niet te veel met je ogen gaat knijpen, kan je wegkijken. Dat helpt bij mij altijd heel erg goed. Dus ik kijk bijvoorbeeld even naar beneden en dan op. Of ik kijk even weg. Awkward! En dan komen we eigenlijk vanzelf aan bij tip nummer 3. Ik draai nu al af en toe mijn gezicht af. Dat is op zich heel mooi. Maar pas op dat je niet te veel wit van je ogen laat zien. Want even kijken. Kijk, als ik zo doe, dan zie je helemaal geen wit meer in dit hoekje. Dus het is eigenlijk wat fijner om het net iets terug te draaien. Dus niet te veel wit. Tip nummer 4. Er zijn natuurlijk heel veel mooie vrouwen. En ik ben lang niet de knapste. Maar waarom ik wel denk dat mensen misschien graag met me werken, is omdat ik een bepaalde belevingswereld weet over te brengen. En dat is toch een klein stukje acteren. Dus als jij poseert, bedenk dan ook voor wie doe je het? Of waar kijk je naar? Wat zie je voor je? Komt net jouw geliefde naar je toe om jou te verrassen of een bos bloemen te geven? Of zie je daar een man die je misschien wel heel erg interessant vindt? Probeer dat mee te nemen. Want dan krijg je een veel leukere foto. In plaats van, kijk, als ik zo gewoon in de camera kijk. Nu kijk ik gewoon naar de camera. Maar nu kijk ik naar de camera alsof jij daar zit. Ik hoop dat je een verschil zag. Weet je, door nu tegen jou te praten voel ik al meteen wat. Ik heb echt een gesprek met jullie en daardoor kom ik al anders over. Dus weet voor wie je het doet. Tip nummer 5. Draai nooit je lichaam helemaal frontaal naar de camera. Dat maakt je onnodig groot en dat wil je liever niet, denk ik. En zeker niet als je bijvoorbeeld met een groep vriendinnen op de foto gaat en iedereen doet allemaal leuk zijn moves en jij staat daar een soort van als een zoutzak bij. Hey, ik zie wel dat ik onwijs aan het wiebelen ben met die streepjes. Dat is dus waarom je nooit streepjes op video aan moet trekken, want dan krijg je dit. Maar goed, weer terug naar mijn tips. Wat het beste altijd werkt voor op de foto, is dat je je lichaam een beetje afdraait. Dus dan maak je al meer een silhouet. En dat je met verschillende hoeken werkt. Diagonalen die werken heel goed. Dus wat je nu ziet is dat ik een knie erin breng, waardoor er een diagonaal hier ontstaat. Dan kan je er ook nog een arm bij zetten, dan heb je nog een diagonaal. En zo kan je een beetje met die angles gaan werken. Het is net America's Next Topmodel. Maar het doet een groot verschil of ik zo sta. Zo. Dan heb ik al een klein diagonaaltje, bijvoorbeeld zo, of een beentje. Je kan ook iets met je armen doen. Het werkt over het algemeen ook heel goed om asymmetrisch te zijn. Dus als je echt symmetrisch bent, helemaal zo of zo, dan is het vaak ook een houding die heel veel kracht uitstraalt. Maar ik vind het zelf altijd gewoon het lekkerst werken om een beetje af te draaien en een beetje een beentje erin. En dan komen we eigenlijk meteen aan bij de volgende tip. Als je met je handen poseert, dan is dat super leuk. Alleen probeer dan erop te letten dat je je handen niet als klauwtjes neerzet. Want heel veel mensen die doen ook echt spanning in hun handen. Terwijl dat is helemaal niet nodig. Het is veel mooier om ze gewoon ontspannen te hebben.
En zorg altijd dat je vingers uitstrekt. Daar herken ik altijd amateurmodellen. Is dat ze vergeten hun hand uit te strekken. Dus dan wordt het van die... Van die klauwtjes op schouders. Als je bijvoorbeeld iemand je hand op... Of kijk, hoe zou je... Ja, dat kan ik niet bij mezelf. Als jij je arm om iemand heen doet, hou dan je hand ook mooi. In plaats van dat je hem zo klauwt. Want daar, dat doen we in het dagelijks leven natuurlijk heel snel. Alleen dat kan de foto wel verpesten. Tip 7. Je ziet mij nu steeds wisselen van houding. Dat is vooral natuurlijk als je als professioneel model werkt. Maar je hoeft natuurlijk niet de hele tijd totaal te veranderen. Dus niet als je zo staat in één keer zo te gaan staan. Je kan ook kleine... veranderingetjes hebben in je. Bijvoorbeeld je kin naar beneden, je kin omhoog, meer lachen. Weet je wel, meer in je mimiek, dus kleine aanpassingen. Dat is misschien ook leuk om mee te nemen als je eens een keertje een professionele fotoshoot voor jezelf doet. Tip nummer 8, een oude modellentruc. En je kan hem misschien ook wel de pre-duckface truc noemen. Als je zwoel wil kijken, blaas dan door je lippen. Want dan heb je wel de juiste zwoelheid als het ware te pakken, maar wordt het niet een soort... porno mondje, om het maar even zo te zeggen. Zo, weet je wel, zo te veel dit. Ik kan dit niet hoor. Goed, ja, je hebt modellen die zwoel kunnen kijken en je hebt modellen die kunnen lachen. En ik ben meer een model wat kan lachen. Want goed kunnen lachen, ja, dat is ook een kunst. En wat mij altijd heel erg helpt, is het echt voelen. Dus probeer echt even ergens om te lachen en maak gewoon geluid. Weet je, dat maakt helemaal niks uit. Want dan wordt het altijd beter als ik gewoon zo doe. Of dat ik gewoon zo doe. Ik maak een klein geluidje, maar ik voel hem even vanuit mijn buik. Voor mijn gevoel is hij dan echter. En dan heb ik er ook meer lol in. En dat is natuurlijk ook wel fijn. Dit waren mijn 10 tips. Ik hoop dat jullie vanaf nu nog mooier op de foto zullen staan. Heb jij nou ook een goede tip om mooi op de foto te staan? Laat het ons weten in de comments. En ik zie jullie over een week weer. Doeg!